Goedemorgen. Twee explosies op de luchthaven van Brussel. Daar begon het vanochtend allemaal mee. De dreiging in Brussel. Ik zie de beelden. In België. Ik ben het zo zat. Nee, we gaan niet mee. In primitief denken en doen. Toch is er weer een land in shock. En we schreeuwen keihard nee, tegen alles wat ellende brengt. Het is 5:12 op ieders klok. En de angst zal kort regeren, en de tranen vinden hun weg. En weer vraagt iedereen af, waarom? Idee met als doel creëren, zonder enig overleg. En weer komt er onschuld om. Nee, we gaan niet mee, in het martelaar willen zijn. En toch vinden zij ons hart telkens weer. En nooit zijn ze tevreden, zonder angst of zonder pijn. En het bang zijn voor het onbekende wordt steeds meer. En de angst zal kort regeren, en de tranen vinden een weg. En weer vraagt iedereen af, waarom? Een idee met als doel creëren, zonder enig overleg. En hier komt de onschuld om. Luister! Maar we breken niet, we buigen, om vervolgens op te vieren. Sterker dan ooit! Om het leven te overtuigen. En het zonder terrorisme te proberen. En weer zie ik jong nacht, en mensen overvallen door geweld. Door iets wat totaal geen zin heeft. En weer zie ik de kracht, wat door de wereld wordt verteld. Dat het goede ooit zal winnen, terwijl terrorisme beeft. En de angst zal kort regeren, en de tranen vinden een weg. En weer vraagt iedereen af, waarom? Een idee met als doel creëren, zonder enig overleg, weer komt de onschuld om. Weer komt de onschuld om.